waar een klein Brabants dorp groot in kan zijn. Feestvieren natuurlijk, maar ook ruzie maken. Het verhaal van een uit de hand gelopen feestje. Vlierden, gemeente Deurne. Een aardig kerkdorp in Brabant met zo'n 1400 inwoners. Hier in dit dorp voert mevrouw Annie Sleutels haar eenzame strijd. Al meer dan 5 jaar is ze er vrijwel dagelijks mee bezig. Ze schrijft en belt en heeft al een klein kapitaal aan advocaten uitgegeven. Vorig jaar augustus schreef mevrouw Sleutels zelfs een brief aan de koningin. Majesteit, eerbiedig verzoek ik u om uw bemoeienis. Om een einde te maken aan een voor mij onhoudbare levenssituatie. Vlierde kent een druk sociaal leven. Met als jaarlijks hoogtepunt de feestweek rond Hemelvaartdag. Er is dan kermis in het dorp en er is muziek. Blaaskapellen uit de gehele regio komen naar Vlierde om de krachten te meten. En in die feestweek speelt café Thijssen, midden in het dorp, een belangrijke rol. Hier drinken de mensen een borreltje. Hier spelen de blaaskapellen. En café Thijssen organiseert het jaarlijkse slot van de feestweek. Het concert van de groep Normaal. Al 15 keer kwam Normaal naar Vlierde. Jongeren uit de hele regio gaan een avond helemaal uit hun dak. Het concert van Normaal wordt gegeven in een feesttent op een parkeerterrein naast café Thijssen. En achter dat parkeerterrein woont mevrouw Sleutels. Wat merkt u daar nou van? Een onbeschrijfelijk lawaai. Gewoon niet te verdragen. Mensen die totaal uit hun bol gaan en zich te buiten gaan aan de omgeving. En dan wil ik me alleen beperken tot onze tuin. Ja, wat vindt u dan? Een ruïne. Uitwerpselen en gebruikte condooms. En ja, ga zo maar door. Kapotgescheurde t-shirts, kleren van mensen. Annie Sleutels heeft last van Normaal en het publiek dat daarop afkomt. Al jarenlang probeert ze de concerten te verhinderen. Ze ging naar de politie en de gemeente. En toen dat niet hielp, naar de Raad van State. Mevrouw Sleutels wil dat de concerten op een andere plek worden gehouden. Maar de rest van het dorp voelt daar niets voor. Binnenkort zal de Raad van State zich voor de derde keer over de kwestie buigen. Voor de regionale pers is de zaak van mevrouw Sleutels al jaren een hot item. Maar in Vlierde zelf is men het zat. Gezeur, zegt men. Het gaat maar om 2 uurtjes per jaar. En waarom klagen de andere buren niet? Ja, het is gewoon diep treurig dat zijn vrouw dat allemaal voor elkaar krijgt. Maar ze zegt dat ze last heeft van het optreden. Ja, last. Ja. Een paar uurtjes per avond. Dan gaat ze toch die avond ergens anders koffie drinken. Die buren hebben er allemaal geen last van. In het dorp bestaat geen enkele sympathie voor mevrouw Sleutels en haar acties. En dat merkt ze in het dagelijkse leven. Doordat je duidelijk merkt dat je er eigenlijk niet meer bij hoort. Dat mensen je eigenlijk wegkijken. Je bent kort met stenen nagegooid. Mijn auto toont nog de gevolgen van een stenenregen. Mijn brievenbus wordt vernield. Heb ik eigenlijk weer een nieuwe. Die staat op 3 dagen. Die wordt gewoon meegenomen. En zo werd een vrolijk dorpsfeest een onsmakelijke ruzie. Benny Jolink, de zanger van Normaal, zegt... Ja. Dan moet ik zeggen, die mevrouw heeft alles opgebeld en heeft gezegd dat ze niks tegen Normaal had. En wij in principe ook niks tegen haar. We hebben haar toen aangeboden om een weekend ergens naartoe te gaan op onze kosten. Nou, dat heeft ze toch niet geaccepteerd. Ik heb begrepen om principiële redenen. Nou, kortom, jammer. Zing niet zo hard, nee ja zing, de helft wat zacht. En in het café maakt men zich vrolijk over de kwestie. Daar hoeft niet van ons, nee daar kunt, nou van hier achter. Zing niet zo hard, nee ja zing, de helft wat zachter. Daar hoeft niet van ons, nee daar kunt, nou van hier achter. Ja, la, 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 la.
mevrouw Sleutels denkt niet aan opgeven. Nee, want ik ben er heilig van overtuigd dat ik toch wel een keer een goed happy end zal hebben.